Goedendag. Dit is het nieuws van 15 juni 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen opgelopen met 1062 en er zijn ook 57 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan over naar onze eigen regio. Wij gaan te kaart met het aantal inwoners van uw gemeente en vervolgens het aantal besmettingen per gemeente. Volgens het RIVM zijn er 90 mensen positief getest en dat is een kleine daling ten opzichte van gisteren. Kijkt u naar de kaart met uw eigen gemeente. Er zijn nu bijna 12.600.000 mensen ingeënt, maar wij blijven u aanmoedigen. Blijf voorzichtig en houdt u aan de maatregelen. Team Handhaving van de gemeente Zoetermeer heeft het afgelopen jaar ruim 7.000 meldingen afgehandeld. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in 2019. Het handhaven van de coronamaatregelen, overlast door jongeren en stank- en geluidsoverlast werden het meest gemeld. Dit ging om meldingen die bij het team handhaving binnenkwamen. De forse stijging wordt vooral veroorzaakt door de coronamaatregelen en omdat er meer overlastmeldingen nu rechtstreeks bij handhaving terechtkomen. Daarnaast lijkt de meldingsbereidheid van de Zoetermeerse inwoners toe te nemen. Leerlingen van de Petrusschool zijn de winnaars geworden van de afvalrace in Rijswijk. Ze zijn nu de trotse bezitters van de wisselbokaal Helden van Rijswijk. 150 leerlingen uit groepen 5 tot en met 8 hebben het afgelopen schooljaar een gebied in de omgeving van hun school geadopteerd en schoongehouden. Ze hadden hiervoor grijpers en handschoenen van de gemeente gekregen. Het tweede deel van de afvalrace was een programma met afvalscheiding stormbanen, een afvalrace quiz en een afval bingo. De afvalrace wordt nu het hele schooljaar gehouden. Vroeger was het een sport- en speldag aan het einde van het schooljaar. Afgelopen weekend hebben ruim 2000 sporters met een verstandelijke beperking deelgenomen aan de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag. 450 sporters stonden op de velden en werden begeleid door 150 coaches. Ook deden er 1550 sporters vanuit huis mee. Zij werden digitaal begeleid. Het is hiermee het grootste landelijke sportevenement dat in aangepaste vorm werd georganiseerd. De fysieke sportactiviteiten vonden niet in competitieverband plaats, maar in de vorm van trainingen. Volgend jaar worden de Spelen in Twente gehouden. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? U stuurt ze naar redactie@regionieuws.tv, maar het kan natuurlijk ook via WhatsApp. Het nummer daarvan 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.